ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe Vlogmasdag video. Het is vandaag woensdag 13 december, denk ik. Even kijken of ik het goed heb. Ja, woensdag 13 december. En als je heel veel zin hebt in deze vlogmas, zou ik het heel erg leuk vinden dat je een duimpje omhoog doet. En abonneert op mijn kanaal. En dan heel veel kijkplezier. Het is nu mega vroeg in de ochtend. En ik zit hier aan mijn nieuwe make-up tafel. De lamp is echt mega fel, maar dat vind ik heel fijn. Want dan kan ik alles gewoon goed zien. En op woensdag en zaterdagochtend was ik altijd mijn haar. Want ik heb daar een soort vaste routine in. En dan sta ik ook wat vroeger op. Maar dan hoef ik niet vroeger naar school om mijn les voor te bereiden. Want dat heb ik dan gisteren gedaan. Ik vind het gewoon heel fijn om met een soort routines te werken. En na werk ga ik mijn wimpers laten doen. Dus dan was ik ze altijd in de ochtend heel goed. Want ik doe dat altijd op woensdag als ik een afspraak heb. Dus ik ga nu mijn make-up doen. Ik ben echt een wit lichtgevend spook. Maar ik wil dus echt niet meer naar de zonnebank. En mijn magic drops zitten nog ergens in een doos. Dus ik ga gewoon mijn make-up doen. En dan straks zie je het helemaal niet meer. Dan valt het niet meer op dat ik wit ben. En het licht is nu ook gewoon heel wit. Maar ik doe altijd zo'n... hier zit SPF in, SPF 30. En dan zit er ook nog zo'n bruin tintje in. Dus dan krijg je gelijk een heel klein beetje zo'n bruine gloed. Nou, gisteravond heb ik dus echt heel goed mijn gezicht gereinigd en dingen opgedaan. En dan merk ik altijd gelijk de volgende dag dat het lekker zacht is. Dus dat is top. Dat werkt bij mij heel goed. Want ik merk in de winter krijg ik gewoon een beetje een droge huid. En ik wil niet dat je van die velletjes gaat zien. Dat vind ik altijd echt niet mooi. Dus ik ga lekker mijn make-up doen. En ik dacht, misschien is het leuk om even een timelapse te doen. Zodat jullie even kunnen kijken hoe ik het ook weer doe. Ik moet alleen nog even mijn beauty blender nat maken. En dan ga ik even een timelapse voor jullie filmen. Nou, mijn make-up zit erop. En ik ga jullie even mijn struggle delen. Want, wacht, ik ga eerst even lekker parfumetje opdoen. Deze ga ik maar even opdoen. Zo. En even leuke oorbelletjes uitzoeken. Ja, het is echt nog een rommel hier. Maar ik vind me zonder oorbellen een beetje kalig. Nou, de oorbellen die ik wil kan ik even niet vinden. Dus ik doe gewoon even andere oorbellen in. En ik heb dus een blouseje aan. En dit blouseje vind ik dus heel leuk. Maar ik vind hem dus heel moeilijk te stylen. En ik vind het ook een beetje koud. Maar wacht, ik zal eventjes laten zien wat ik bedoel. Zo, moet ik even naar de slaapkamer lopen. Kijk, nu vind ik het een beetje pyjama vibe. Want ik heb nu een beige pantalon. En dan heb ik dat blouseje aan. En op zich is het wel leuk. In de spiegel vind ik het wel minder. Maar ik dacht, dan doe ik er een giletje overheen. Alleen, ik twijfel dus heel erg welke leuk is. Want ik heb dus deze witte. En ik heb deze. Ik zal ze even aandoen. Even kijken dat ik het goed doe. Maar misschien moet ik die blouse ook wel gewoon in mijn broek doen. Dat het dan beter is. Maar ja. Ik heb... of dit... of ik heb deze. Deze vind ik ook wel heel cute. Of zo. Nou, ik denk dat ik gewoon dus die blouse in mijn broek moet doen. Dat het dan een ander gezicht is. Laat ik dat maar even proberen. Kijk, dan ziet het er zo uit. Vind ik al wel echt beter. Alleen die blouse is echt mega groot. Nou, ik weet het nog niet. Maar ik ga nu eerst ontbijten. Nou, ik ben op werk. En ik heb uiteindelijk toch maar deze aangedaan. Ik vind het aan de onderkant een beetje zorger uit te zien, maar dat maakt niet uit. En we hebben vandaag natuurlijk een korte dag, want het is woensdag.
En gisteren waren ze naar de gym. Toen zijn de hesjes nat geworden. Dus die heb ik vannacht even over de stoelen laten drogen. Anders gaan ze namelijk heel erg stinken. Die ga ik snel wel eventjes in de tas doen. Is het bord al gedaan? Ja. Dus die ga ik even in de tas doen. We gaan zo meteen les 5 maken. Les 5 is een pitstoples herhaling. We gaan het in duo's doen met Ginzy maatjes. Straks gaan we die Ginzy maatjes maken. Er gaan een paar kinderen op de theatertrap, een paar kinderen in de klas en een paar kinderen in de tussenruimte. Je gaat het daarna samen ook nakijken. Bij samenwerken is het natuurlijk zo dat je allebei even snel klaar bent. Als je klaar bent, kan je pluswerk gaan doen of je gaat taaloefenen.nl doen. De eerste opdrachten zijn allemaal woordenschatopdrachten, dus die moeten jullie gewoon kunnen. En ook voor jou heb ik speciaal een liedje geschreven. Woe! Met z'n allen! Dit is je verjaardag. Je verjaardag gaat zomaar niet voorbij. Want de jarige ben jij, daarom ben ik ook zo blij. Met z'n allen! Hip, hip, hoera! De afgelopen weken zijn jullie bezig geweest met een politieke partij opstarten. Jullie hebben super goed gewerkt, heel erg hard gewerkt. En jullie gaan zo meteen in 5 minuten tijd gaan jullie je politieke partij presenteren. Hoe heet je politieke partij? Waar sta je voor? Wat is jullie probleem? En hoe gaan jullie dat probleem oplossen? We hebben straks 6 politieke partijen. Aan het eind mag iedereen 1 stem uitbrengen. Je mag natuurlijk niet op je eigen partij stemmen, maar je mag op 1 politieke partij stemmen. En dan gaan we daarna de stemmen tellen en gaan we kijken welke politieke partij heeft gewonnen. Het eerste groepje. Jullie, hoe heet jullie politieke partij? Je hebt, als het goed is, een rood briefje op je tafel gekregen. Als je hem nog niet hebt, kan je hem daar straks pakken. Je gaat zo meteen 1 stem uitbrengen. En je mag niet op je eigen partij stemmen. We hebben LLO, over het onderwijs weten jullie nog. We hebben PVL, we hebben DP. Nou, het is na schooltijd en ik moet echt wat dingetjes doen, namelijk de rapporten. Dus ik ga dat nu doen en mijn camera is ook leeg en ik ga straks mijn wimpers laten doen. Dus ik denk dat ik nu niks meer ga filmen pas als ik thuis ben, want mijn batterij ligt daar. Dus ik moet nu echt eventjes wat anders doen. Oké, het is inmiddels alweer bijna 6 uur. Na werk had ik een afspraak voor mijn wimpers, dus die heb ik even gedaan. Dus ze zijn weer helemaal mooi. Lekker voor de kerst. En ik ga me dus nu even omkleden in mijn joggingspak. En dan ga ik lekker koken. Ik heb volgens mij gewoon aardappelgroente vlees dat ik gehaald. En dat ga ik alvast eventjes maken. Mijn vriend komt wel wat pas later thuis. Maar dan maak ik het gewoon alvast. En dan warm ik het daarna nog een keertje op. En ik moet dus ook nog heel even de thumbnail doen van de video. Want die was ik dus vergeten te maken. Dus er staat nu een gek plaatje. Dus dat moet ik eventjes nu aanpassen. Dat ga ik gelijk doen. En dan ga ik ook vanavond even wat zelfbruin op mijn gezicht doen. Want ik ben echt zo wit. Het is echt niet normaal. Ik moet even een lekker kleurtje. Ik zag het ook tijdens het edit van de vorige video. Ik had bijna licht. Het was niet normaal. Dus dat ga ik nu eventjes doen. Nou, ik heb lekker dus in bed een beetje gechilled. Niet zoveel gedaan. Wat vlogmas video's gekeken. Ja. En ik ben nu aan het koken. Mijn vriend komt als het goed is over 10 minuutjes thuis. En dan is het eten ook precies klaar. Ik probeer dat altijd een beetje te timen. Het is wel heel laat al. Het is bijna 8:30. Maar ik had wat chocola gegeten. Dus ik had nog geen trek. En we eten gewoon aardappelgroente vlees. Dus ik heb wat aardappels gemaakt. En kip en broccoli. Dus ja, gewoon best wel standaard. Maar ik vind dat altijd heel lekker. Dus ik wacht even tot hij er is en dan gaan we dat lekker samen opeten. Aan de eettafel, die echt opgeruimd moet worden.
En kijk hoe cute het mini kerstboompje is. Ik ben er echt heel blij mee. En ik kan ook echt niet wachten om lekker hier wat te kijken. Alleen die gordijnen moeten echt komen. Maar ik ga het wel even vragen aan mijn vriend. En ik wil eigenlijk dan morgen even stofzuigen, zodat we dat kleed kunnen neerleggen. En we moeten ook echt een nieuwe lamp voor hier. Maar we zoeken ook een soort leuke lamp hier. Dus als jullie leuke lampen hebben, eigenlijk zo'n staanlamp, zo'n gezellige, moet je het even sturen.